Hallo allemaal, welkom bij aflevering 10 van Inside House, het online alternatief van House of Tom Tom. Het wordt een leuke, maar het wordt ook een hele speciale aflevering. We gaan beginnen! Cutie, cutie Maggie. Welkom bij aflevering 10 van Inside House. Aflevering 10. En het wordt een hele speciale. Waarom? Het is in ieder geval de laatste. Ja, en ik weet dat jullie gewoon het liefste elke vrijdag die show willen hebben. Maar ook wij hebben een kleine zomerstop. En we zijn natuurlijk ooit begonnen vanwege al die maatregelen. Zodat jullie ons niet hoefden te missen. Maar we hebben toch wel het gevoel dat we elkaar vrij snel weer misschien in levende lijven gaan zien. Wat gaan we doen? Ik ga jullie eerst introduceren. Want ik heb iemand op de bank. Niemand minder dan Gerard. Hallo. Ja, hoor ik jullie denken. Zat hij in aflevering 1 er ook al in? Ja, dat klopt. Maar ja, Maggie straalt in de lampen met mijn glitters. En ik krijg echt postzakken vol. Ook hele leuke reacties. Maar ik maak dit natuurlijk niet alleen. Daar hebben we Gerard voor. Gerard doet heel veel in de productie. Gerard doet monteren. En dat is een werk. Ga ik hem dadelijk allemaal vragen. Hij doet de voorbereidingen. Hij maakt de keuzes. Ik niet. Begin ik niet aan. Wat doe je nog meer? Ik zoek de oude fragmenten erbij. Oh ja, ja, ja. Is dat vervelend om met zo'n zaklamp in de krochten van die archieven te duiken? Nee, is helemaal niet vervelend. Want ik kom ook weer dingen tegen die ik zelf alweer, die ik niet meer helemaal scherp had op mijn netvlies. Nee, dat is helemaal niet vervelend dus. Maar het is wel, we zijn natuurlijk 5 jaar bezig. Het zijn heel veel filmpjes. Want gemiddeld per show hebben we van alle optredens. Of het hele optreden, of in ieder geval 2 fragmenten uit het optreden. Dus ja, ga maar na, dan heb je heel veel filmpjes. Ja, dat klopt. Ja, wat gaan we eigenlijk allemaal doen? Want we nemen wel op een leuke manier afscheid. Er zijn wel wat bloopers. Niet veel. Maar er zijn wat bloopers. Er zijn dingen die gewoon niet goed gegaan zijn. We geven jullie een kijkje achter de schermen. Dus backstage vinden jullie ook altijd heel erg leuk. We gaan nog even naar wat hoogtepunten kijken. Misschien laten we ook nog wat beelden zien die de uitzending niet gehaald hebben, maar nog steeds niet helemaal gesneuveld zijn. Dus die misschien nu wel terugkomen in de montage. Dus het is wel het kijken waard, toch? Zeker, ja. Een kijkje achter de schermen. We hebben 10 afleveringen gemaakt. 10 keer op vrijdag. Als jullie nou echt denken dat hier elke vrijdag in die studio een aflevering wordt gemaakt, klopt dat, Gerard? Nee, we namen er meerdere per keer op. We begonnen met 1, de pilot met Lexi. En daarna hebben we er 2 per dag opgenomen. Ja. Toen 3 en nu 4. Dus en nu 4, ja. En we hebben de eerste aflevering natuurlijk ook pas na 9 uur kunnen opnemen in verband met dat het dan wat donker was. Totdat we er eigenlijk pas bij aflevering 6 achter kwamen. Ik ken het ook afplakken. Ik ken het ook afplakken. Dus het is nu Ik kan het afplakken. Ja, ja, ik kan het ook wel afplakken, maar die moet niet. Mm-hmm. Ik had zelf genoeg te plakken natuurlijk. Want jij hebt een hoop voorbereiding om die studio op te bouwen. Maar ja, dit gezicht zit er ook niet binnen 1 of 2 seconden op. Dus in dit geval, dan gaan we gewoon echt gewoon een kijkje geven. Jullie zitten dit nu te kijken. Op welke dag, weet je dat zoutje al? 12 juni, ja. 12 juni. Waar is het vandaag de dag? Vrijdag. Ja. Oh, nu. Nee, in het echt. Nee, achter het schermen nu. Nu is het zaterdag de dag van het Songfestival. Ja, dus het is vandaag de 16... 16 mei. 16 mei. Ja. Nemen we dit dus al op. We zijn begonnen om 12 uur. Ja. 'S middags. Dus jij stond hier om 7:30 je studio op te bouwen. Ik stond in de schmink. En we hebben het inderdaad afgeplakt. Van binnen zie je dan een hele leuke, gezellige... avondachtige talkshow set. Als je buiten loopt, dan denk je, Jezus. Is er een black party? Wil die de chips overnemen? Waar is die mee bezig? Maar dat is de buitenkant en daar zijn wij niet van. Wij zijn van de binnenkant. Laten we eerst eventjes jullie een klein beetje meenemen in de set. Zij zien niet wat wij zien. Dat is ook niet de bedoeling, hè? Dat is jouw
privé-domein. Maar wat ik wel wil laten zien, hè, we hebben natuurlijk de laatste afleveringen wat mooie groene plantjes gehad. We hebben ook tulpen gehad en plastic bloemen, maar ook echt. Dit is ook nep, hè? Ja. Ja. TV is nep. Ook makkelijk, je hoeft het geen water te geven. We hebben natuurlijk heel veel fragmenten gezien, daar kijken we naar de monitor. Wil jij even laten zien hoe de monitor eruit ziet? Zeker, ja. Je gaat eerst naar je camera. Nou, dit is onze monitor. Ja, niet dus, hè? Nee, dit is een extra lamp om te zorgen dat alle make-up goed... Ja. Ja. En iedereen speelde mee op eentje na. Ja. Patrick. Ja. Patrick die wilde toch even in de uitzending laten weten van, oh, moet ik dan kijken naar die lamp? Knip ik er dan gewoon uit. Ja. Zullen we nu wel even laten zien? Ja. Ja? Ja. Nou, laten Patrick, we gaan nu naar Patrick kijken. Ja. Zullen wij eens kijken naar hoe ik Annie neerzet en jij Jan Keizer? En dan gaan we weer naar die lamp kijken waarvan we moeten doen alsof het tv-scherm is. Oh, ik heb het weer verklapt. Is goed. Nou, je kijkt een beetje zuur, maar ik ga vast naar de lamp kijken. Ja. Dit was aflevering 4. Snel door naar aflevering 5. Ja, dus inderdaad heb ik gewoon al die afleveringen lang naar een bol licht staan te staren. Van Emily Salvia, hè, te vinden op Spotify. Mocht je nou geen pesto lusten, mocht je geen zin hebben in een smoothie of vind je prei afschuwelijk, kun je ook altijd kiezen voor Broodjes Jam van Duo Confiture. Een hit die Maggie 32 jaar geleden heeft ingezongen. Top 20 nummer geweest. Check it. Ja, dan ga ik even de muis bij jou wegpakken. Want anders dan zie ik iedere keer de cursor dadelijk over het scherm heen gaan. En dat is al weer op zijn gezicht. Hoe kan ik dit nou wegzetten? Ja. Dan valt hij erop. Kijk eens mee. Even kijken. Emily, kan jij eens even iets zeggen? Ik wil even jouw geluid checken. Doe. Ja, maak even een zin. Wordt trouwens wel. Hoor je ons? Ja, jullie mij niet of wel? Nu wel. Net niet, maar nu wel. Oké. Terugkijkend, Gerard. Als ik even kijk, hè, wij nemen één aflevering, doen ongeveer anderhalf uur over, want je moet ook inbellen en de techniek. Maar jij bent langer bezig met opbouwen. Ik ben langer bezig, want ik bereid me natuurlijk ook wel voor. En ik verdiep me een beetje in de gasten. En dit moet er natuurlijk op. En ik kom helemaal uit het verre Duitsland. Dus misschien ben ik per aflevering als bij elkaar kleine 4 uur bezig. Hoe lang ben jij bezig per aflevering? Per aflevering? Ja, wel een hele tijd hoor. Mm-hmm. Want vooral in het monteren gaat heel veel tijd zitten. Ik denk dat ik per aflevering 8 tot 10 uur daarmee bezig ben. En de eerste afleveringen natuurlijk nog langer. De eerste 3 afleveringen hebben we een testpubliek gebruikt, dat we normaal ook gebruiken. Voor de promos van Huizen Tom Tom en de andere series die we hebben gehad. Mm. Nou, die geven dan feedback, hè, van dit is niet leuk. Het flikkerende logo, hè, wat we in de eerste aflevering hadden, is gesneuveld. Omdat het heel onrustig was om naar te kijken. Leuk bedacht op papier, maar dan werkt het in de praktijk niet. Dus die eerste 3 afleveringen, dan ben je daar veel meer tijd mee kwijt. Omdat je dan dus ook die input van de kijker krijgt. Ja, je krijgt er meer handigheid in, hè? In het monteren, in de volgorde. Geldt voor mij ook, hè? Ik kwam er ook steeds meer in. Monteren is lastig. Dat is niet alleen techniek, maar dat heeft ook te maken met de gast of de host. Hoe snel praat je? Ga je overal tussendoor? Tipje van de sluier moet nu kunnen natuurlijk, het is de laatste. Wie was wat dat betreft de lastigste? Wie was de lastigste montagegast die we gehad hebben? Nou, degene die het lastigste was om te monteren, vond ik Roxy Bell. Ja, en die is normaal in alles heel erg makkelijk hoor. Het is een schat hoor. Ja, maar ik werk heel graag. Ja, maar monterend is ze lastig. Ja, ze is heel lastig, want ze reageert overal op en vaak al terwijl het gezegd wordt. Dus er gaat heel veel door elkaar heen, waardoor het onverstaanbaar wordt. Ja, dat Cliff Richard. Ooit tweede geworden. Ja, klopt. Oh, dat weet je wel. Ja, zeker. Weet je nog welk jaar? In 1996. Ja, en dan het jaar ervoor nog. 1995? Nee joh, veel eerder. Nee, ja, 70, dat was je er nog niet. Nou, we werken niet met apart geluid, hè. We hebben hier één microfoon staan. Dus ja, dat is heel lastig monteren. Ja. Dus Roxy, ik weet dat je kijkt. Je bent een schat, je bent een makkelijk type, werken graag met je. Maar als het over de montage aankomt, dan ben je een hele drukke. De gasten met Maggie op de bank uit de Cast of True. Elke aflevering is uniek, elke aflevering was ook leuk, de gasten waren leuk.
Kun jij, en dan ga je in je geheugen graven, en om het eerlijk te houden bij alle negen, van elke aflevering even wat is zeggen, ja, dat vond ik echt een leuk stukje. Beginnen we bij aflevering 1 met Lexi. Dat was natuurlijk de pilot, hè? Dus we hadden een beetje bedacht hoe de vorm eruit moest gaan zien. Mm-hmm. Wat ik heel knap vond aan haar was dat ze heel erg bij zichzelf bleef. Ja. Lexi is heel rustig en... ja, op de bank. Op de bank, ja precies, want op het podium is de stuiterbal. Ja, wereld van scherm. Een van de hoogtepuntjes vond ik zelf, maar dat vonden jullie thuis ook, was mijn vraag... Over het tukken. Tukje. Ja, tukje. Ja. Nou, zullen we even naar de lamp kijken? Ja, dat weten ze toch. We gaan het niet meer spelen, we gaan even naar de lamp kijken. Lievert, we gaan een associatiespel doen. Oh. En daarmee leren we elkaar beter kennen. Tukje. Ik prop. Oké, ik kom daar op terug. Je tukt niet, maar je propt. Ja. Er zijn mensen die nu kijken, die snappen tukken al niet. Nee. Kun je uitleggen wat het verschil is tussen tukken en proppen? En waarom jij propt en niet tukt? Nou ja, echt tukken, dan ga je dus met duct tape aan de slag. Dan pak je je... Duct tape, alles aan. Okay. En dan pak je dus je willy, je trek je naar achter. De balletjes gaan waar ze vandaan komen. En dan moet je ook allemaal vasttapen. Maar dat vind ik zo gedoe. Ik denk van, ik pak de hele bol, ik prop hem naar achter. Een paar broekjes overheen en dat vind ik prima. En dan blijft het ook zitten. Ja, meestal wel. Ik heb volgens mij wel gewoon een platte heuvel, om het zo maar te zeggen. Oké, ik weet niet of jullie hier allemaal op zitten te wachten, maar ook dit soort informatie moet je wel eens met elkaar delen. Het hoort erbij, ja. Ja. Ja, tukje of propje? Nou, ze propte dus. Nou, dat heeft ze ook uitvoerig uitgelegd. Dan gaan we naar aflevering 2, Tom Poes. Wat ik heel erg komisch vond, Tom Poes. He, dat weet je zelf ook, die is af en toe ook gewoon lekker, ik doe waar ik zin in heb en is niet altijd te sturen. En die zit vol met creativiteit. En toen was het de bedoeling dat ik iets zei in de camera en dan even stilhoud voor een makkelijk montagemoment. En toen dacht Tom Poes, die raakte eerst in paniek, moet ik nou ook iets doen? En die ging van de paniek in de diva-stand. Ja. Ik ga er even naar kijken. Deze vrijdag zijn we er weer met onze online talkshow Inside House. Het leukste alternatief van House of Tom Tom. Wil ik het zeggen? Na aflevering 2 komt aflevering 3. Dan Sander. Ja. Onze Sander van Dijk. Ja. Die wij allebei wel even van tevoren hebben gezegd. Praat niet te snel, schat. En rustig praten, Sander. Want dat is een wervelwind. Wat mij daar is in blijven hangen, is het pasmoment. Ja. Dat horen we nu nog. Dat lezen we ook overal. En we gaan naar de stellingen, Sander. Spannend. En dat betekent, Sander krijgt 10 stellingen. En jij moet kiezen. Ik moet kiezen. Jij moet kiezen. Ik moet kiezen. Je moet kiezen. Maar je mag niet passen. Passen? Niet passen. Passen? Passen. Passen? Zou ik zeggen pas, dat mag niet. Passen doe je maar in een kleedkamer. Er wordt niet gepast. Was dat ook jouw moment of zeg je, ik had ook nog een ander momentje met Sander? Ik vond sowieso, wat ik heel grappig vond om te zien, je had tot dan toe alleen nog maar vrouwen op de bank gehad, hè, dus queens. En toen had je gewoon een jonge twink op de bank. En dan gebeurt er bij Maggie ook iets. En dan wordt het sowieso al spannender om naar te kijken. En na 2 drag queens op de bank heb ik eindelijk in aflevering 3 een echte mannelijke twink. Met een korte broek. Sander. Twink. Ja, twink. Ik ben zo blij dat ik een echte vent op de bank heb. Dat hoort een aflevering. Aanstaande vrijdag. Goed, dan gaan we van aflevering 3 naar aflevering 4. En dan hadden we een speciale gast. Even los van de cast of crew op de bank, hadden we Patrick van de Regenboog. Ja, en Patrick die zit natuurlijk in een hele moeilijke tijd. Hè? Ja. Die is natuurlijk zijn kroegje begonnen in Nijmegen. Dus ik vond het ook heel dapper dat hij hier ging zitten. En Maggie is in de glitters. Maggie heeft een chicelbergje aan. En dat kan maar één ding betekenen. Een hele hoge gast, een hele leuke gast, een hele lieve gast, een knappe gast. Hier is Patrick van de Regenboog! Goedemiddag, avond, van jullie ook maar kijken. En de eerste vraag die bij iedereen op de lippen brandt, ook bij moi, hoe gaat het met je? Het is een rare tijd en dat is voor mij zeker heel zacht uitgedrukt. Natuurlijk, iedereen heeft het in een rare tijd.
Maar ja, 5 weekjes open in Nijmegen en meteen de deur op slot moeten doen. En meteen de deur op slot. Ja, ik leer jullie allemaal net kennen. Ik heb het helemaal naar mijn zin en klaar. Hij had ook kunnen zeggen, joh, ik heb niks te melden, hè, want ik weet nog niet hoe het allemaal gaat lopen. Maar hij was wel dapper om hier te gaan zitten. Ja. En, nou ja, je merkt ook wel dat in die zin hij ook wel overkikkerd is op House of Tom Tom. Ja. We hebben een fantastisch mooi openingsweekend gehad. House of Tom Tom is echt, ik vind jullie echt uniek op die plek. Ik ben heel blij met jullie. Heel blij met jullie. Sorry, wacht, ik stop het even. Ik zal het even herhalen. Hi House. Nee, House of Tom Tom, hoe jullie daar die show neerzetten. Het was meteen, we hebben het nu 2 keer gedaan in de regenboog. Mm-hmm. Ja, fantastisch leuke sfeer. Het sluit helemaal aan bij wat wij zijn. En ik denk dat ik ook namens ons tweeën spreek. Ik bedoel, we hadden natuurlijk ook gewoon liever daar iedere maand in die kroeg de show geproduceerd. Ja. En dat is nou eenmaal niet zo. En nou, wij hebben een alternatief bedacht. En wij dachten, het is ook leuk om Patrick daar een keer voor uit te nodigen. Omdat hij toch, hij host, of tenminste zijn kroeg host onze show. Nou, wij waren ook gewoon benieuwd hoe zijn die tijden voor hem. En hij was sportief genoeg om hier te gaan zitten. Ik vond hem een hulk. Lievert, waar komt jouw strijdlust vandaan? Terwijl iedereen als een plumpering in elkaar zat, dan hebben we daar, en ik ken je nog niet zo lang, maar ik heb heel veel mensenkennis, dan kom jij in één keer als een soort phoenix omhoog. We gaan ervoor. Ja, soms heb je situaties dat als overmacht. Die was te leuk om te laten liggen, mensen. Die moest ik wel pakken. Ja. Aflevering 5. Oxidaal? Nee, Pieter. Pieter. Hoe kunnen we die vergeten? Ja, wat een hilarische aflevering was dat. Ja. Ja. Nou, en vooral, daar kunnen we echt wel wat dingetjes laten zien, nu. Die in de uitzending gewoon, hadden we ook in de uitzending kunnen doen, maar dan, het was zo'n chaos af en toe. Het was puinhoop. Ja, en we hebben zoveel gelachen zelf ook. En Nou, aflevering 5, dan zijn we op de helft van aflevering 10, dus dat is een mooi moment voordat we verder gaan met die andere aflevering, om dat stukje er eens uit te pakken. Ja. Wat er allemaal niet in is gebleven. Ja! Dat gaan we doen. En dan pakken we nu het bloemetjesfragment. Het enige fragment wat in dit stukje dan zit, of niet? Want je hebt ook al een paar keer Emily gezegd. Ja, is misschien. Nee, maar dit is dan Emily, dit fragment van Emily. Ja. En dan daar kom je nu van terug. Nou, dan zeg je daar nog even iets over. Nee, kom je terug, je komt terug uit dat fragment. Dus dat fragment is nu geweest. Ja. En nu gaan we weer terug naar jullie. Ja. Dus jullie zitten nog even zo, hè? Je kan net nog naar voren zitten, alsof je naar de monitor kijkt. Dat is dan weer overdreven. Ja, te much. Niet te groot maken, mensen. Hou het klein. Ja, en dan hebben we door wat we gaan doen, Maggie. Ik weet niet wat we gaan doen. Nee, maar Maggie is de baas. Oké, dan gaan we weer opnemen in... Wacht even. Oh, zie je? Net op tijd. Er komt er iets onder in beeld, jullie. Lieverd, we hebben ook een Duitse versie gehad van House of Tom Tom. Klopt. House van Heinz Heinz. Nou, het was hilarisch. Ik had er wel een binding mee, want ik woon al bijna 13 jaar in Duitsland. Hè. Ik zeg altijd, ik ben een economische vluchteling. Maar jij ook. Precies. Precies. Ja, waarom ben jij verhuisd naar Duitsland? Goedkoper. Ik ook. Ja. Kijk uit. Ja. Ik moet poepen. Kijk uit. Ik moet echt in één keer heel erg poepen. Ik krijg drang. Ja. Dat lukt toch? Nou, mijn moeder zei altijd, het is altijd leuker in het leven als je naar de wc bent geweest. Nog een keer? Mijn moeder zei, het is altijd leuker in het leven als je naar de wc bent geweest. Oké. Okay. kijkers, kom terug. We hebben nog een prijsvraag en we gaan nog bellen met hele leuke mensen. Blijf kijken, we zijn er niet klaar. Kom terug. Hij loopt nu ook nog. Ja, dit is ook te leuk om niet op te nemen. Oké, stop even. Jochem moet daar. Ja, kom maar. Poep is beter dan klaarkomen. Ik heb al gezegd. Ja, ik heb al gezegd. Lachen. Lachen. Het was wel de eerste aflevering en uiteindelijk ook de enige waar ik echt 2 dagen van bij heb moeten komen. Hij gaat aan en hij flapt er dingen uit die hij van tevoren zelf ook niet heeft bedacht. En hij, wat heel grappig is, Pieter is een goede vriend van mij al meer dan 25 jaar. Hij was echt heel zenuwachtig voor de uitzending. Van wat heb ik allemaal gezegd? Wat ga je erin doen? Hoe kom ik dadelijk over? Dat is Pieter. Ja. Goed, dan hebben we aflevering 6. Toen dachten we naar de werven met Pieter. Nu wordt het een stukje rustiger, want we hebben een songfestivalkenner op de bank. A, ten eerste,
ze was niet rustig. B. Ze is niks aan zo'n festival. Die gaat voor een camera zitten en die gaat aan. En ja, dat levert altijd wel hilarische momenten op. Ja. Goed. Madonna of Jennifer Lopez? Beide niet. Beide niet. Okay. Liever, wat ben je toch open en eerlijk? Ja joh. Is er een keuze waar je op terug wil komen? Ja. Welke? Celine Dion. Geen Jennifer Lopez, geen andere. Celine Dion. Ja, is Celine Dion. Celine Dion is echt voor mij een voorbeeld. Dat is een classic diva. Dat is echt een classic diva die nog weet hoe het moet. Ja. Die het nog kan produceren. Ja. Die gewoon nog elke keer staat. Geen Mariah Carey die niet meer kan zingen, die opgespoten is, wat dan ook. Maar Celine Dion is gewoon de puurste, echte diva, vind ik. Nee. Aflevering 7. Ja, dat was met Justin Alfa op de bank. Ja, ik weet wel wat daar ja, bij ja, is. Ja, natuurlijk, de kunstpenis. Die ja, zijn... die is echt blijven hangen. Het is ook een beetje proppen. In je onderbroekje. In je onderbroekje. En wat me bij Justin heel erg is bijgebleven, en zo kennen we Justin natuurlijk ook achter de schermen, dat boegbeeld. Ja. Dat wrecking heel erg belangrijk maken met verkiezingen en ja. We willen ook een plek. Ze staat op de barricade en ja. Ze heeft er ook heel hard voor geknokt dat er ook een Mr. Tom-Tom verkiezing ja. Kwam. En nou ja, ze bereikt daarmee wel dingen. Ja. Ja. Ja, drag kings, ik kende het niet zo goed en op een of andere manier zijn ze wat minder bekend en populair. Nou, dat hoor en zie ik zelf ook wel. Hoe ervaar je dat zelf? Ja, ik heb het inderdaad vooral in het begin toen ik met drag begon, kwam ik erachter dat ik heel veel moeite moest doen om ja, gezien te worden, om überhaupt al gezien te worden. En ik merk het dan ook bijvoorbeeld met ergens anders optreden buiten House of TomTom, dat je eerst jezelf moet bewijzen. En ook qua make-up is het vaak dat het, ja, het lijkt allemaal gewoon mannelijk of jongensachtig, maar het spreekt niet eruit zoals een drag queen met een hoge pruik en de make-up ja, tot boven de wenkbrauwen, zeg maar. Ja. Dus daarin verschillen drag kings van drag queens en ja, daardoor ben ik ook wat meer met make-up gaan experimenteren om ook aan dat level te voldoen en ook gezien te worden. En ook deze aflevering heeft hopelijk weer een beetje bijgedragen aan het drag king gevoel wat ze uit wilde dragen. Ja. Nou, van 7 naar 8, het is niet zo moeilijk. Wie hadden we toen? Titty McPhyver. Titty McPhyver. Wat vond je daarvan? Ja, Titty is Titty, hè. Die, ja. Die is al heel lang erbij en ja, ik heb Titty vanaf moment 1 in mijn hart gesloten. Heel zachtaardig en ja. Lief en ja. Altijd behulpzaam. Kun je echt op rekenen ook. Ja. Ja, ja, vond ik ook een erg leuke aflevering. Het vallen vond ik erg leuk. Dat vonden jullie trouwens ook. Ik weet niet of Titty het leuk vindt, maar we gaan er toch nog even kijken. Oh my god. Ja, en toen hadden we aflevering 9, hè, die hebben jullie vorige week allemaal gezien, de ene laatste, die zit nog vers in het geheugen, denk ik. Ga ik wel vanuit, ook bij mij. Vandaar dat ik aan jou vraag, wie zat er als gast op de bank? Je bent een beetje kwijt. Misleading. Och, misleading, dat is waar ja. Ook. Ja. Ja. Miss Tom Tom 2017. Ja, met ja. De glitters. Ging dat ook qua camera en licht? Dat weet ik nog niet, hè, want die moet ik nog gaan monteren. Je hebt al verteld dat we oh, ja. Wel oh ja, opnemen. Oh ja, het is helemaal in de illusie. Er is nog steeds een lamp en dat is nog allemaal plastic. Misleading, wat is je daar nog van bijgebleven? Oh, misleading, maar dat is een van onze snelle praters. Hè? We hebben er een aantal binnen ja. House of TomTom. Ja. Dus daar maakte ik me van tevoren wel een beetje zorgen over. Ik dacht, we zijn binnen 10 minuten klaar. Ja. Ja, als je niet uitkijkt, dan zou het ook het geval zijn. Ja. Het grote verschil tussen die groepjes, als je het mij vraagt. House of TomTom is natuurlijk echt een geproduceerde show. We komen samen om te repeteren, er wordt een playlist gemaakt, er wordt backstage alles geregeld dat dingen op tijd klaarstaan. We hebben een stage manager, we hebben iemand voor het geluid, we hebben iemand voor de belichting. We hebben een presentatrice die het fantastisch doet. Leen van Slijm om weer een beetje goed te maken voor alles wat ik gezegd heb. We hebben een fantastische cast. Als je het groepje hebt waar ik bijvoorbeeld mee op festival sta, dat is heel anders. Dat is vlotter, dat is meer geïmproviseerd. Ze weten van tevoren wat er van ons verwacht wordt, hoe laat we moeten zijn en wat we moeten doen. Maar dat is meer on the spot denken van oké, wat gaan we nu doen, waar gaan we nu naartoe. Maar het zijn geen ingestudeerde lip-syncs. Er zit minder comedy in die ingestudeerd is. En dat vind ik tegelijkertijd ook het sterke punt van House of TomTom. Het zijn uitgedachte acts.
als leading komt, dan kun je van één ding op aan en dat is dat het glamorous is. Ja, en alles klopt, hè? De ring, het oorbelletje, het mondmaskertje. De kleur, alles klopt bij elkaar, ja. Ja, ja. Dat is echt onvoorstelbaar. In die zin is het... En ze maakt alles zelf, dat vind ik ook altijd heel bijzonder. Ja. Je kunt ook je jurk op AliExpress bestellen of weet ik veel waar. Mm-hmm. Maar zij maakt alles zelf. Ja, vind ik heel knap. Ja. Ik koop alles zelf, vind ik ook heel knap. Ja. Niet op AliExpress, want ik spreek in Chinees. En dan moet de laatste weken sowieso een beetje van weg blijven. Daar neem ik echt 1500 kilometer afstand van. Billy met alle leden en de Cast of Crew. Nou, we hebben natuurlijk ook een aantal castleden gehad die we niet op de bank hadden, maar met bellen. Daar gaan we natuurlijk ook eventjes heel snel doorheen wat je ervan vond. Tessa, wat had Tessa aan de bel? Ik heb een zwak voor Tessa. Tessa zegt wat ze denkt en die gaat het niet mooier maken dan dat het is. Het is wat het is en het is wat zij ervan vindt en wat een ander ervan vindt. Vindt ze ook prima, maar dat is haar mening. Nou, er is ze hoor, onze eigen Tessa de Rosa! Hoe is het, liefie? Goed, met jullie ook. Wat zie je er trouwens prachtig uit. Lieverd, wat doe je de hele dag? Behalve over een commentaar opgeven op Facebook. Ik ben aan het poetsen, wijn aan het drinken, aan het slapen. Het wordt bijna een quiz, één ding hoort er niet bij. Poetsen. Ken je een beetje. Och liefie, maar je zit ook de hele dag op Facebook. Ja, dat klopt, maar dat doe ik altijd, hè. Oh ja, ik ga het even uitleggen, want ik vermaak me er heel erg mee. Ze reageert overal op. Ze reageert overal op. Ze reageert overal op. Ja, dat klopt. Typisch dit, hè. Een ander belmoment wat we hebben gehad was met Evenwolf. Ja. Je kan niet heel erg de diepte in als het gaat, je hebt toen iets gedaan en ik weet nog dat. Want de geschiedenis is wat korter. Maar wat jij zegt, dat klopt, want dan is het een belmoment van alles bij elkaar 10 minuten waarin geknipt en gemonteerd wordt. Maar het zag er weer perfect uit, die schaduwen, dat gezicht, weer een andere look. Ja. Ja, knap. Echt heel knap, ja. 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 Nou, we blijven even in wat rankings hangen. Nou, we hebben ook nog Charlie Sparkle gehad. En Charlie Sparkle, dat vond ik wel bijzonder, want die zit natuurlijk echt in een vitaal beroep. Ja. Die gaf ook al meteen in maart aan van, ik kom niet meer naar de regenboog toe, ik mag niet voor mijn werk. Nee, we hebben ook hele slimme verantwoordelijke queens en kings. Ja, en dan toch leuk dat we toch een manier hebben bedacht dat we, weet je, want iedereen hoort er wel bij, vind ik altijd. En ja, weet je, dan zit ze met dat mondkapje op. Nou, hier is onze eigen Charlie. Is wel een applausje waard. Hey lieverd, volgens mij moet je zo gaan werken. Ja, zie je het? Nou, vooral aan het schortje wit en aan het mondkapje. Dus volgens mij werk je in een ziekenhuis. Staat je goed? Ja, ik doe mij even mijn mondkapje af. Oh, je bent het echt. Ik ben werkzaam in het ziekenhuis. Ik werk op de IC en op de hartbewaking. Oh jee. Ja. Hebben we nog met Rex Phoenix bijvoorbeeld gebeld? Ja, ook niet natuurlijk nog maar kort gestart. En die had natuurlijk, hè, dit was het eerste seizoen waarin hij meedeed. En na twee edities stonden we stil. De vrouw van Rex die is een hoog risicogroep. Dus die moet ook, die moest ook zichzelf terugtrekken. Ja, dat gun je iemand natuurlijk niet. Nee, ik ben er ook wel even van geschrokken hoor. En we gaan bellen met Rex Phoenix. Applaus! Hey Rex! Zit je in quarantaine of ben je nog wel aan het werk of ga je ook nog wel boodschappen doen of blijf je hysterisch binnen met een mondkapje? Mondkapje niet, zoals je kunt zien. Ja, nu, maar, nu. Ja, mijn vrouw die zit in de hoogrisicogroep, dus wij zitten wel echt in quarantaine. Oh. De boodschappen worden bezorgd, maar ondertussen ben ik ook gewoon thuis aan het werk. Oh, maar maar jullie komen dus echt nergens? Nee, we laten af en toe de hond uit. Een andere queen uit de cast die we niet op de bank hebben gehad, op een leuninkie. Emily Salvia. Ja. En die had het heel erg druk gehad. Die had net de Drag My Vision achter de rug. En ze zei zelf dat ze wallen had, maar ik vond het op zich wel mee van. Ja, ze ziet er prima uit. Ze zag er prima uit. Ja. Ze is een hartstikke mooie queen ook. Ambitieus, hè? Ja. Die heeft ook haar eigen house. En heeft een theaterachtergrond. Ik vind dat merk je ook altijd wel in de. In de acts die ze bedenkt, hè, ze kan het heel klein houden en toch dat het hele grote impact heeft. Wat is jouw favoriete moment? Waar denk je aan terug
als het gaat over drag, House of Tom Tom? Zoveel momenten en het is zo moeilijk om te kiezen ook. Want er zijn zoveel leuke, mooie momenten geweest. Het belangrijkste vind ik wel het vinden van een groep mensen die allemaal jou begrijpt, die hetzelfde meemaakt, waarmee je samen kan praten over de dingen die je meemaakt, die je niet judgen om wat je ook doet, wie je ook bent. Mm-hmm. Daar heb ik wel het meeste aan gehad, zeg maar. Dan hebben we nog eentje over, Mason Tonight. Nou, die was met een open blouse en een sixpack en een borstpartij. Daar moest ik even 2 minuten van bij komen, want ik krijg dan een twinkeling in mijn ogen. Twinkeling in mijn ogen. En kun je zingen? Want volgens mij zit je ook in een koor. Ja, ik kan zingen. Ja, ik ben een lage alt, zoals ze dat noemen. Ja, ja, en je kent Maggie heel goed, dus nou weet je wat mijn volgende vraag wordt. Nou, vertel. Je hebt een stukje maar kan zingen zeker? Ja, hè, hè. Nou, kom op. Gooi er iets uit. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Maar dan zie je dus, we hebben 4 drag kings. En die hebben allemaal hun eigen karakter en hun eigen look en hun eigen... Ja. Die zoeken allemaal naar hun eigen unieke... En dat is bij de queens niet anders. Ja. Maar ik vind dat we, nou ja, een heel leuk clubje bij elkaar hebben. Bellen met onze superfans. We gaan bellen met Rian. Hallo Rian, hoe gaat het met je? Hallo Jacco. Ik ga jou even introduceren voor de mensen die jou misschien nog niet kennen. Dit is Marion. Marion is beroepsfotografe. Hey, hallo Kevin! Hey Maggie! Onze eigen Kim. Applaus voor Kim! Hey lieverd! Hallo! JP! Applaus! Bellen met andere feestjes! Tada! Kijk, hier zijn ze. De melkmensen, de melkpeople. Hallo lievers! Hallo! Hallo! Drunken Sailor! Hallo Rian, hallo Jesse, applaus! Cutie Maggie! Nou, de bloopers! Welkom bij de spin-off van House of Tom Tom, Inside House. Iets anders dan dat je van ons gewend bent, maar het hele leven is op dit moment anders dan dat je gewend bent. Dus we gaan het op een of andere manier doen. Blablabla. Nog een keer. Hey, hallo allemaal, welkom bij Inside House, een spin-off van House of Tom Tom. Dat kennen jullie allemaal, maar helaas zijn we op deze... Godverdomme. Godverdomme. Dankjewel, Gerard. Even een klein knipje, want ik zie nu dat de camera een klein beetje scheef staat. Omdat die dingen er niet meer tussen zitten. En anders zitten we straks... Ik moet het ook niet in de kamer toch? Jawel, jawel, juist wel. Juist wel. Kijk vooral als je aan het antwoorden bent, kijk vooral ook in de camera. Oh, okay. En zoals iedereen van ons gewend is natuurlijk, is de avond voor Koningsdag, hebben we altijd Kroningsnacht, waarin we de queen van Tom Tom, opnieuw, House of Tom Tom is het. Oh, je wilt ook weten hoe zeer dit doet nu. Die pruik. Oh, ja, en die oorbellen. Maar moeten we niet nog een promo opnemen voor de 10e? Ja, sorry. Kunnen we nog even terugzetten? Hallo, Inside House. Het leukste alternatief van House of Tom Tom. Moet ik iets zeggen? Moet ik iets zeggen? Ja. Torp. Even kijken, dit is aflevering 3, hè? Oh, Tom Poes, ben je toch heerlijk. Toch? In rolling, is de camera aan? Tuurlijk, de camera is altijd rolling, hè? Oh. Bij mij. Wel. Hallo. Dat is allemaal mee te doen, hè? Oh, sorry. Hi, mannelijk. What's up? Ja, precies. What's up? What's up? Bro, de voetbal. Oké, stilte op de set. Ja, wat ga je zeggen? De online spin-off? Het online alternatief. Deze vrijdag zijn we er weer met Inside House, het alternatieve talkshow, alternatief van House of Tom Tom. Doe even opnieuw. Ja. Een echte mannelijke twink, met een korte broek. Sander! Twink? Ja, twink. Je bent een twink, hoe oud ben je? 23. 23, schat, al was je 35, dan ben je voor mij nog een twink. Ja? Oh, moet ik iets zeggen dan? Ja, wat je net zei, dan kan je rennen, dat je dadelijk kan vervullen.
Hallo allemaal, ik weet dat jullie niet kunnen wachten, maar je zal het toch nog even moeten. Het is bijna vrijdag en dan is het weer tijd voor House of Tom-Tom. Dat is hem niet waar, Cooper. Nee, iets heel anders dan wat we net bespraken gaan we nu opnemen. Ik heb nu even, in mijn eentje heb ik bedacht dat we iets heel anders gaan doen. We doen nu de backstage stories. Tijd voor de promo. In 5, 4... Ga maar zitten, want anders duurt het te lang. Ja. En we hebben op de bank niemand minder dan onze eigen Titty McPfeiffer. Oh, dit heeft zin dan. Mijn oorbel blijft hangen. Blijf je oorbel hangen, schat. Dat is nou niet opneemt. Nee, daar heb ik geen beeld. Tessa? Ja? We hebben geen beeld van jou. We zien je niet. Even chatterbait af, Pentium ook. Werken. Het ziet er echt heel leuk uit. Ja, maar als je terug. Even van Maggie uit de regenboog. Oh ja, dat is opnieuw. Ja. Zit er niet in. Hallo allemaal, iedereen zit er weer klaar voor. Wij zijn er klaar voor. Aflevering 9 met leuke gasten, leuke aflevering. Dus ik zou zeggen, Looper. Hallo allemaal, oh wat vinden wij het leuk en oh wat vinden jullie het leuk. Dus dan gaan we gewoon weer een hele leuke aflevering maken. Aflevering 9, aanstaande vrijdag, Inside House. Kijken jullie ook? Ik heb een promo in mijn kop. Ja, ik denk, wat ga jij nou doen? Ja, ik zat te denken promo. Ja, en dan zijn we alweer bijna aan het eind gekomen van... Dat is te snel. Als ik zeg 5-4, dan moet je niet bij 3 al beginnen. Niet meetellen. Dan moet je even meetellen, joh. Geweldig hoeveel humor ze in haar optredens... Ja... Gehoord heeft. Jij mag kiezen, Justin. Zo, dus aflevering 8 is Wat is het? Ik weet niet wat het valt, maar het valt kapot. Ze maken alles kapot. Nou en of. Echt? Met een harde pik. Je hebt geen speedo, hè? Ik wens jullie een heel Dankjewel lieverd, fijn weekend. Hopelijk tot snel weer. Goede gezondheid. Fijn. Doei doei. Hé hey, Jesse, pak een kapper. Doeg. Hallo allemaal, welkom bij aflevering 9 van Inside House, het online alternatief. Aflevering 8. Ja, oh, blooper. Blooper. Oh, nou moet ik praten. Oh. En pauze. Mijn moeder zei, het is altijd leuker in het leven als je naar de wc bent geweest. Oké. Okay. kijkers, kom terug. We hebben nog een prijsvraag en we gaan nog bellen met hele leuke mensen. Oh mijn god. Maar ik heb echt een veto toch, op wat er uitgezonden gaat worden? Nee hoor, ik heb daar een veto over. Niemand anders. Oh mijn god. Vier. We moeten langzaam gaan afsluiten, schat. Ja, jammer. Ik vond het een hele hilarische. Ja, ik ook. Ik vond hem ook heel apart. Ah, sorry. Stop even. Stop. Ah. Oh mijn god, ik ben eigenlijk manisch. Aanstaande vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Inside House. Het alternatief. Oh, het staat niet aan. Ik denk al, ik zie niks. Blooper. De wijsheden van de moeder van Pieter. Tadaa, tegeltjes. Ga kijken, aanstaande vrijdag zijn we er weer. Moet ik ook nog iets zeggen? Wat een aflevering. Daar ligt hij. Wat een aflevering. Hallo allemaal, aflevering 6 van Inside House. En natuurlijk vandaag... Wat? Opnieuw. Ik was het even kwijt. Blablabla. Help jij mij even zoeken, ze is het kwijt. De dames gaan gewoon zitten rollen. Ja. Celine Dion. Celine Dion. Celine Dion. Oh ja, ik hou ervan. Celine Dion. Ik vind het leuk. Ja, een tijdje geleden heb ik weer een oproep gedaan voor een aantal vragen van de kijker. Die heeft eigenlijk maar één prangende vraag. Kan dat niet elke dag? We gaan hem even opnieuw doen, want dat doen we met jouw telefoon in de hand. Dat zijn de vragen die bij jou zijn binnengekomen, toch? Oké. En die hebben we vorige keer ook zo gedaan. Dat ziet er ook leuk uit. Doet alsof je ook inderdaad van je social media haalt. Is dat niet echt dan? Nee, dat is allemaal nep.
Oh, het zit erop. Was leuk, hè? Oh, was leuk. Ja, want jij was leuk. Nee, jij was leuk. Jij was leuk. Jij was veel leuker. Dat weet ik. Ja. Nee, maar was toch ook wel leuk? Ja, nou, was ook leuk, ja. Er wordt nog heel leuk gemonteerd. En dan komt er klik een filter op. Je zie je bij jou straks al niet meer. Dus maak je geen zorgen. Als je even... We moeten even de promo op. Even stil zitten. Ben je klaar voor de promo, Gerard? Ja. We nemen op in 5, 4... Hallo allemaal, aanstaande vrijdag zijn we er weer met Inside. Je schoot te lachen. Slecht van de blooper, maar we doen het nog een keer. House, het online alternatief van House of Tom Tom. Oh, met Roxy Bell onder andere. Maggie, je hebt er zin in. Ik improviseer wat, maar dit is het jammer. Echt? Moet ik het niet even opschrijven en uitwerken? Nee, komt goed. Oké, doe maar. Oké. Ja. Goed, voordat we langzaam gaan afsluiten. Misschien komt er nog een favoriet moment. Maar dat laat ik aan jou over in de montage. Oké. Dan kun je nog lekker over nadenken. Oké. Het zou wel leuk zijn als je iets van Maggie pakt. Ja, sowieso, hè. Ja, ik heb sowieso, dan weet ik het al hoor, wat erin komt. Ik weet niet of jij er blij mee bent, maar ik vond het fantastisch. Fantastisch. Vorig jaar bij het Songfestival hadden we natuurlijk de pauzeact van Madonna. Ja. Die totaal in de soep liep. En de show na het Songfestival, die wij toen hebben gedaan, heb jij geopend als Madonna op een keukentrap. Ja, en ik had het... Ja, ik weet niet meer precies hoe het ontstond, maar ik bedacht dat jij op een trap moest zitten. Omdat Madonna, die kwam van een gigantische trap af. Nou, dat kon binnen TomTom niet eens, want het is een vrij laag plafond. Dus we hadden het allemaal wat eenvoudiger gemaakt. Ja, en ladder. Ja, maar iedereen snapte het en het was zo hilarisch. Het was zo hilarisch. Ja, daar kan ik dan echt zelf van genieten. Ja. Dus die gaat het dan worden. Dan moet ik zeggen dat ik 10 jaar ouder ben geworden na 10 afleveringen. Het was best vermoeiend. Ja, het was een maar hele hartstikke leuk om te doen. En wij gaan gezamenlijk afsluiten. En ik wil me toch nog even richten tot de kijker. Heel erg bedankt voor het kijken en voor alle reacties. En ga er maar vanuit dat wij eventjes niet op YouTube te zien zijn. Maar denk hopelijk toch vrij snel weer in levende leven. Schat, je weet hoe het werkt. Ik weet schoenen hoe het werkt. Schoenen uit. Goed, dan gaan we kijken naar de fragmenten. En dan zou ik zeggen dankjewel voor het kijken. En heb het goed en hou het goed. Doei. Doei. Tot morgen, seizoen!
af. Slecht van de blooper. Maar we doen nog een keer.